terugkijkt, dan zie je dat het onderwijs in de afgelopen 100 jaar heel erg is veranderd. Gelukkig maar, want ik denk dat de student van nu zich niet thuis zou voelen in het onderwijs van 100 jaar geleden. Wij zoeken zeker in deze tijd actief de verbinding met de sector waar we het werk voor doen, waar we de studenten voor opleiden. Volgens mij is een andere succesfactor dat we steeds vanuit de student vertrekken. Wat heeft die nodig in zijn of haar ontwikkeling? En dat bij elkaar brengend, dat maakt volgens mij dat wij op dit moment na 100 jaar nog steeds van waarde zijn voor het onderwijs in de agrarische sector. Het vak van docent tegenwoordig is dat je meer praat met de student en minder over de student. Je gaat met de student de praktijk in, je haalt daar samen met de student de kennis op en gaan zij leren over hun vak, maar over ook hunzelf. Leren in de praktijk is belangrijk omdat studenten dan ervaren hoe het in de praktijk ook gaat. Datgene wat ze op school leren, dat zien ze dus ook gebeuren in de praktijk. Het is niet een kwestie van, is het alleen maar theoretisch? Nee, wat ze op school leren, doe je, zie je, bespreek je daar op die plek in dat bedrijfsleven, in de praktijk. En daarom is dat zo belangrijk. Tegenwoordig zijn er best wel veel regels en wetten. Je mag niet gelijk bemesten. Er zijn cijfertjes voor hoeveel mest. In verband met het aantal koeien wat je hebt, mag je het aantal mest opbrengen. En op school is het mooie, je krijgt de cijfertjes te zien. En de docenten die echt in de praktijk ervaring hebben, die laten ons echt zien hoe je dat moet doen en hoe je dat uit kan voeren. In de toekomst verwacht ik dat het groene onderwijs meer verweven zal worden in het grijze onderwijs. Nu is dat nog heel erg apart van elkaar georganiseerd. En we zien nu al eigenlijk door bepaalde crossovers die we maken en ook keuzedelen die we aanbieden, dat er al mindere scheiding in zit. De oorsprong gaat natuurlijk niet weg, maar ik denk wel dat het met de toevoeging van de dingen om ons heen, de innovaties uit andere sectoren, juist dat het eigenlijk een nieuw beroepsbeeld creëert. Ik zie vernieuwingen in de veehouderij voor me als een positieve ontwikkeling. Doordat boeren zo meer tijd hebben en doordat er op deze manier beter voor het vee gezorgd kan worden. Daarnaast kunnen boeren neventakken ontwikkelen waardoor er verschillende inkomstenbronnen zijn. Bijvoorbeeld als de melkprijs wat minder is, dat daar minder inkomsten van zijn, kun je altijd nog leunen op de inkomsten van je neventak en daardoor heb je meer zekerheid. Het bedrijf waar ik nu ben, mijn buurman, die hebben allemaal op de landsteden, vroeger nog de lage landbouwschool genoemd. En de verhalen van hoe hun het gingen, ja, dat merk ik nu toch dat het bij mij op school ook zo gaat. Ik denk dat het allemaal hetzelfde blijft, dat iedereen de passie voor de dieren en de natuur heeft. En dat, ja, dat al zo 100 jaar lang. Ja. We zien de studenten als goede blaadjes binnenkomen, ze doen heel stoer. Uiteindelijk, richting het laatste jaar, richting het afstudeerjaar, verlaten de studenten onze school als jongens en meiden die weten waar ze voor staan, ze weten waar ze naartoe willen en ze hebben een blik op hun toekomst staan. Ik ben erg trots op de agrarische sector en ik heb heel veel zin in de volgende 100 jaar. Studenten, altijd vol met energie om wat te doen, maar ook de collega's die het hele leerproces in de praktijk moesten brengen, waren allemaal geweldige mensen waar we uiteindelijk dat fantastische resultaat mee hebben neer kunnen zetten. En dat zie je dus ook zowel op de school, maar ook in de hele praktijk, wat een geweldige sector, die agrarische sector in Nederland is geworden, dankzij die geweldige vorm van onderwijs die we hebben. Ik ben ontzettend trots op het team. Ze kijken wat er nodig is, ze sluiten aan bij het bedrijfsleven. Ik vind het een prestatie van formaat en dat maakt ook dat ik met heel veel vertrouwen kijk naar de komende periode.